my son, with the bejalen, because in nyanyang grong, amugro. Because in nyanyang grong, amugro. De mensheid is in de afgelopen eeuwen een steeds grotere invloed op aarde geworden. Dit vanwege onze technologische innovaties, onze populatiegroei en vanwege de schaal en wijze waarop wij consumeren en vervuilen. Na tenminste een eeuw aan wetenschappelijk onderzoek gericht op de ijstijden, werd het in de jaren 70 steeds duidelijker dat het klimaat door ons toedoen aan het veranderen is. De gemeenschap wordt inmiddels al 40 jaar lang op verschillende momenten en manieren gewaarschuwd dat de mensheid in een risicovolle disharmonie is met de natuur. Toch lijkt het alsof de nodige verandering is uitgebleven. Als mens zijn we een ster in het bedenken van allerlei redenen om ons gedrag niet te hoeven veranderen. En dat is wat je gewoon ziet. Toch? Je weet dat er gewoon schone energie beschikbaar is, dat het mogelijk is. Maar we investeren daar niet in, want we hebben al olie. Toch? We hebben, is gewoon zoveel makkelijker om met hetzelfde gedrag door te gaan. Als we nou willen of niet, we zijn afhankelijk van elkaar. Yes. En het wordt pas leuk als we dat erkennen. Ja. En elkaar de ruimte geven. Maar niet van hoe kan ik aan je portemonnee komen. Ja. En hoe kan ik, weet je. Ja. Dan zitten we het, dan is het geen Ubuntu meer, het is het contra Ubuntu. Dat van de westerse wereld. Ja. Dus wanneer het gaat om wat jij net zei, die nurture kant, we worden de hele dag genurtured door de farma-industrie, de seksindustrie, de food-industrie. Die mensen stoppen dagelijks miljarden. Hun marketingbudget is groter dan een research and development budget. Om ons te manipuleren. 80% van alle problemen wat je ziet hier, de oorzaak kun je terugvinden in 20% van datgene wat je verkeerd hebt gedaan. En in Suriname, in vergelijking met Suriname, specifiek gestoeid op Suriname, hebben wij in de management heb je een bottom, is een top-down theorie en een bottom-up. Suriname kent geen bottom-up theorie in management. Alles moet top-down komen en dat is fout. Er is sprake van ontkenning en van een ideologische strijd die effectieve collectieve actie belemmeren. Alles begint natuurlijk bij erkennen dat er een probleem is. Zolang we blijven zeggen, zoals bepaalde toonaangevende presidenten op deze planeet, dat het allemaal maar een hoax is, nou, dat is dan niet kijken naar de wetenschappelijke rapporten ter zake. Hè. Dan blijven we natuurlijk in hetzelfde bootje of in hetzelfde schuitje zitten. Ondertussen worden wereldwijd steeds vaker recordhoge temperaturen gemeten. Volgens NASA en NOAA zijn de laatste 5 jaren de warmste 5 jaren op aarde geweest, over een periode van 140 jaar aan metingen. Het Noordpoolgebied warmt sneller op. Een aantal gletsjers, waaronder de Antarctische en Groenlandse ijskappen, smelten steeds sneller. Ook de permafrost, permanent bevroren ondergrond,
is eerder begonnen met smelten dan verwacht werd. Deze verandering is al waargenomen in Siberië, Alaska en Canada. De bevroren bodem en ijs bevatten grote hoeveelheden koolstof en methaan. Wanneer deze vrijkomen, kan klimaatverandering tenminste 2 maal verergerd worden. De toegenomen branden in het Noordpoolgebied maken dit probleem zorgwekkender. De oceanen verzuren. Er is steeds vaker sprake van extreem weer, ernstige overstromingen, aanhoudende droogtes en bosbranden. Deze leiden tot een verlies van biodiversiteit, economische schade, vluchtelingen, menselijke slachtoffers en conflicten. Tussen 2006 en 2010 kreeg een deel van Syrië en omliggende landen te maken met een langdurige droogte. Deze droogte wordt in verband gebracht met klimaatverandering en heeft bijgedragen aan de gewelddadige conflicten in Syrië. Enkele bewoonde eilanden en kustgebieden zijn reeds aan het verdwijnen, zoals de Salomonseilanden. Hier is de zeespiegel meer gestegen dan het mondiale gemiddelde. En Suriname is daarvan niet, zal niet gespaard blijven. En we zien het al hier toch. Denkt u dat het zomaar is dat wanneer u bij hoogwater staat, kijkt u wat bij de waterkant bij de Plattebrug gebeurt? Toch? Dat is een directe impact van klimaatverandering hoor. Want soms regent het helemaal niet. Je hebt een hoogwaterstand, wij zeggen vloed. En de Plattebrug is zoek. In een sapadem hoor. Je wil niet waar het begin is en waar het einde is. Hetzelfde ook op Meerzorg. En op Damburg. Op weg naar zee. In Nikeri, Zeedijk, Quarantijn. Klimaatverandering heeft een impact. Ik vind klimaatverandering heel erg. Waarom? Omdat we zien dat de mensen, of zeg maar de landen die als eerste getroffen worden, zijn de derde wereldlanden. En de mensen die, zeg maar, van de derde wereldlanden die als eerst getroffen worden, zijn meestal de inheemse en de tribale volken. We hadden vroeger een regelmaat in kleine regentijd, grote regentijd, kleine droge tijd, grote droge tijd. Dat was voorspelbaar. Kan men het nu voorspellen? Nee. En je kan je dus afvragen waarom het niet in de gangbare media komt. Dat is dat er al zoveel eilanden ondertussen in de Stille Zuidzee verdwenen zijn, hè, die onder water liggen. En dat is wel gebeurd. Hè. Men heeft in totaal al x aantal miljoenen of tientallen miljoenen mensen moeten evacueren. Ondertussen. Maar deze dingen halen niet de voorpagina's van het nieuws. Er wordt niet gesproken met de mensen. En dat is ook al een tweede vorm van schenden van mensenrechten. Want elk mens heeft recht op informatie, dat je geconsulteerd wordt en dat je ook zegt ja, ik ben akkoord of nee, ik ga niet akkoord ermee. En dat noemt men FPIC, Free Prior Informed Consent. Dus dat is dan een recht die geschonden wordt. Een ander recht is dat je dan op een gegeven moment, elk mens heeft recht op schoon drinkwater door milieuvervuiling. Wordt het water vuil of vergiftigd, waardoor je weer een aspect van mensenrecht daar aan het schenden bent. En zo kunnen we een tal van rechten van mensen opnoemen die dan geschonden worden door klimaatverandering of milieuvervuiling. Er kan geen twijfel meer zijn dat er mensenrechten geschonden worden door klimaatverandering te verergeren. Klimaatverandering wordt hoofdzakelijk verergerd door de aanhoudende exploitatie en gebruik van fossiele brandstoffen en vernietiging van koolstofrijke ecosystemen. In 2019 werd er een klimaatnoodtoestand uitgeroepen door tenminste 1000 resorten, steden en districten van 25 landen. Dat er sprake is van een klimaatnoodtoestand, ofwel climate emergency, werd door 11.258 wetenschappers bevestigd via het wetenschappelijk tijdschrift Bioscience. Ook het aantal protesten is in 2019 sterk toegenomen. In Suriname gaan we ook een destructieve koers op. We zien dat bij urbanisatie, dus als men meer woonwijken maakt, dat men eigenlijk alle bomen die er staan
weghaalt zonder erbij na te denken dat de bomen ook nodig zijn. Dus het is beter bij als je nieuwe woonwijken maakt om een aantal bomen te laten staan en ook een goed beleid te voeren om een paar bomen te planten. Ik blijf in Kamerwijnen en ik reed vaker naar de stad door de Oost-West-verbinding. En daar had je heel veel bomen toen ik nog jong was. Maar toen kwamen er zoveel verkavelingsprojecten daar en alle bomen werden omgehakt. En het deed me gewoon pijn. Maar ik wist niet wat ik moest doen. Ik was nog jong. Ik keek gewoon ernaar. Maar toen ik ouder ben geworden, heb ik vrienden leren kennen die een beetje bewust zijn van de natuur. Ik heb gelezen over klimaatsverandering. Heel veel vervuiling wat gepaard gaat met de agrarische sector. En je zou kunnen bedenken, als je bossen verwijdert om te planten, dan heb je een hele grote sink, hoe noem je dat? Een opslagplaats van koolstoffen heb je verwijderd. En ook als men gaat omwoelen, dan komt er heel veel methaan vrij. Dus er zijn heel veel negatieve gevolgen als je op die manier teelt. Zeker voor het milieu in het algemeen en zeker ook voor het klimaat. Dat heb je ook bij dieren. Het kweken van dieren, bijvoorbeeld als je denkt aan koeien. Daarvoor is ook nodig dat je hele bossen verwijdert, weilanden aanlegt. En bij de koeien heb je veel methaan wat ook vrijkomt, wat ook broeikasgas is. En methaan hebben wij in afval. Menselijk afval, dierlijke afval. En ik ben begonnen omdat Suriname kent geen gesloten rioleringsstelsel. Zoals het is in Amerika, in een Engels woord zeggen we, dat is een duur woord, sewage system. Suriname heeft dat niet. Iedereen voor zichzelf, God voor ons allen. Alas mij met een septic tank, iedereen bouwt zijn eigen beerput. En daar hebben we ook die pras of zo wc's. Gelooft u me? Zet een krantenpapier in een pras, ik heb het gedaan. Maak een krantenpapier aan in een pras of zo wc. Ga je die blauwe vlam zien in die wc. Vanwege die methaansgas die constant broeit onder alle fecaliën, onder alle vieses. Dus septic afval verwerken en die grote boosdoener, huishoudelijk afval. We eten en we drinken elke dag. Je zou systemen kunnen ontwikkelen die gewoon 40, 50 jaar perfect doorfunctioneren. Als je dat vergelijkt met de conventionele methoden, dan is dat zeker niet zo. In Suriname dumpen we het gewoon op Ornamibo en het stapelt zich op. Het is nu 3 meter hoog. Dat moet geordend worden. Dus we moeten ordenen. Septic afval, industrieafval, huishoudelijk afval. Dus je zou begrepen, als er nu een vonkje daar wordt aangepakt en daar onderin is vol met gas, wat gaat gebeuren? Je gaat een brand krijgen die bijna nooit uit zal gaan, omdat er constante aanvoer is van gas die naar buiten komt. Daar wanneer je een brand krijgt op zo'n dumpplaats, een ongecontroleerde dumpplaats, is het een tijdje voordat het wordt uitgeroest. En het is jammer, want in andere landen wordt dit gas juist gebruikt om energie op te wekken. Nederland denkt er nu al aan dat om hun dammen met x aantal meter te gaan verhogen. Daar zijn ze nu al over bezig in Nederland. Hè? Ik kan me niet voorstellen dat een land als Nederland dialogen en debatten en al dat soort dingen en onderzoeken begint te doen op dat niveau als ze denken het water stijgt niet. Hè? Dus dat zou voor ons, zeker in Suriname die zo dicht bij Nederland betrokken zijn, zou een zeer veeg teken aan de wand moeten zijn dat het ding werkelijk gebeurt. En dat we ons beter voorbereiden. Nu, wij hebben inderdaad het grote voordeel dat in principe vanwege de Amazone er land aanwinst is voor de kust, maar dan moet die wel beschermd worden door mangrovenbos, die kuststrook. Onze zwampen en mangroven ecosystemen worden verwijderd en beschadigd. Dit verzwakt onze natuurlijke kustbescherming. Hierdoor zijn er in Suriname al voorbeelden van kustafslag. Toch gaat men door met het verkavelen van ons kustgebied. We verwijderen steeds meer bomen in onze leefomgeving. We vervuilen onze lucht, waterbronnen en voedsel. Deze handelingen maken ons kwetsbaarder voor de gevolgen van klimaatverandering. Denk aan de toenemende temperaturen,
Meer kans op overstromingen in de regentijd. Meer kans op branden in de droge tijd. En meer kans op ziekten en plagen. We drown the stars in artificial light. We poison everything we cut. You bleed. We... Vergelijk Suriname van nu met Suriname van toen onze grootouders jonger waren. Wat had Lanti? Ik heb verhalen gehoord van een of ander, zeg maar. Het was zo'n instituut dat moest gaan controleren in de buurten. Om te kijken, hoe is, en niet eens alleen de straten, maar hoe ziet je erf eruit? En ik dacht van serieus, zelfs de erven werden gecheckt. Want nu ook als je naar bepaalde mensen, als je op je erf gaat, je ziet ook petflessen daar. Dat is ook een vorm van vervuiling. Misschien op jouw terrein, maar jouw terrein is nog steeds deel van Suriname. Dus. En daar begint het al. Dus if inek, hoor die daar die kring, dat van jou hoort ze dan een kring. Op het ogenblik dat we dat niet meer kunnen, maar dat ik in mijn hart voel, het zou anders moeten, maar ik ben gedwongen door mezelf of door anderen om een ander weg te gaan, ontstaat er een disharmonie, een dissonantie in mezelf. Ja? En die kan ik dan met ongelooflijk veel rationele overwegingen omkleden. En dat gebeurt vandaag de dag. Dus bij heel wat mensen, dat leidt naar zeker uitputting, vermoeidheid, chronische vermoeidheid, gewone vermoeidheid, chronische vermoeidheid, stresssymptomen natuurlijk, burn-out en zo verder. De goudwinning heeft zoveel negatieve effecten. Allereerst wordt onze water vies, vuil, vergiftigd zelf. De vissen in het water zijn vergiftigd, dus je kan geen vissen meer eten. Als we kijken naar bijvoorbeeld onze jachtgebied, zijn er ook geen wild meer, want alle dieren verdwijnen omdat het wordt opengekaapt en omdat alles daar vervuild wordt. En daarnaast heb je dat we ziek worden, want kwik in je lichaam vernietigt je lichaam. Je zenuwstelsel, zeg maar, wordt aangetast en je ziet dat kinderen dan met een beperking geboren worden. Je hebt mensen die van buiten geen enkel probleem hebben, maar je ziet toch dat er iets niet goed is, want men klaagt over hoofdpijn, men klaagt over lichaamspijn, maar het is onverklaarbaar. Maar in elk geval, dat is immens dat men ziet, de dingen zijn niet juist, maar ik kan er niks aan doen en ik loop maar mee met de kudde. Hè. Maar innerlijk kan je dat ding niet rijmen, het is niet mogelijk en het vreet aan je energie, aan je vitale energie. Dat juiste woord is eigenlijk gedwongen om een ander levens, een ander bestaan te gaan zoeken. Want wat ook gebeurt is dat men soms doet aan victim blaming. Dat men zegt van, jullie klagen wel over goudwinning, jullie klagen wel over dat het water vervuilt wordt, maar jullie, de tribale volkeren en bepaalde inheemse volken, doen zelf aan goudwinning. De huidige situatie is niet makkelijk te bevatten. Het kan emotioneel zwaar zijn om over zulke complexe en ernstige problemen na te denken. Waar moeten we beginnen? Dus ja, ik denk als ik gewoon stil zou zitten en alleen maar al die dingen beschouwen, klimaat, dit, daar in de samenleving, dat, die politicus zegt dit, die, ja, je gaat depressief worden. Je gaat depressief worden. Dus vermijd dat ding, doe iets positiefs. Dus de manier om hier het beste mee te kunnen dealen is om aandacht te besteden aan die gevoelens. Dus erover te praten, weet je, in een groep mensen of met je omgeving, praat erover. En om daarna, wanneer je gevoelens hebt geuit, die dus heel normaal zijn, dat je daarna overgaat tot bepaalde kleine acties die jij zelf kunt ondernemen, waardoor jij voor jouw deel in ieder geval iets positiefs kan bijdragen tegen de klimaatverandering. Wat we willen beoogen met dit project is om deze kinderen die straks losgelaten worden in de maatschappij een beter leven te geven, zodat ze voor zichzelf kunnen zorgen. Als ze tuinieren, kunnen ze het. Ze kunnen voor zichzelf zorgen en ze kunnen misschien wat verkopen. Er is voor dit kindertehuis gekozen, Maria Hoeve. Omdat Chantal eigenlijk ook al bezig was met dit tehuis. En
omdat zij ook al een kostgrond hadden. En toen dachten we van, hey, we kunnen deze methode, dus permacultuur, ook implementeren hier als pilot. Omdat ze eenmaal al planten. En dit zou dus ook een bewijs zijn van als het, hoe anders het werkt dan normaal te planten. Dus in zekere zin kun je dan kijken van, oké, hoe verandert het klimaat? En hoe kan ik op de beste manier ervoor zorgen dat mijn tuin het gaat overleven? Misschien kun je dan, zeg maar, als je merkt dat er veel water is in een bepaalde omgeving, dan kun je denken aan verandering van je gewassen of je gewassen of op andere plekken telen. Als je het op aan conventionele methoden zou denken, dan zou men misschien aan een heel ontwateringssysteem gaan denken. Maar hier kan je juist denken van, wat kan ik doen met het extra water om mijn tuin te verbeteren? Deze planten produceren best wel goed. Hè? Zo, zie je? Dus en het enige wat er gebeurt is dat we in de voorbije tijd hebben altijd maar bladeren en grassen hier opgestapeld. En dan zie je dat na verloop van tijd een hele zachte, rijke aarde ontstaat. Hè? Vol met micro-organismen, en dat is hetgeen wat je wil om je planten te voeden. Hè? Die micro-organismen helpen je planten groeien. Die wormen en die insecten ploegen langzaam en dan blijft het in de structuur. Maar als je het in één keer gaat ploegen zoals we dat doen, dan is het juist niet goed. Het gaat in elkaar storten. En nu al 3 jaar hoef ik niets te kopen. Zelfs bloemkool, broccoli planten we. Alles planten we zelf. Dus dat helpt heel veel. Plus geven we aan andere instellingen, we geven zelfs opvanginstellingen als we heel grote oogsten hebben, brengen we hem dan daar en dan wordt het verdeeld onder kinderhuizen. En het kan natuurlijk dat een aantal kleinere dieren aan je planten komt eten en zeggen, oké, it's part of nature, hè? Ik ben niet de enige die moet eten, toch? Hè, soms komen de apen ook tot heel dichtbij, dan halen ze wat van de cacao weg. It's part of nature. Hè? Ik ben deel van het ecosysteem en ik krijg van de aarde. Ik heb het niet doen groeien. Ik hoef het alleen maar te oogsten. Ik heb het niet doen groeien. Het groeit uit zichzelf en vanwege ecosysteem. Hè, zie je? En op die manier kunnen we delen. Hè? Het wordt aan mij geschonken en ik kan ook hebben dat de dieren ook een deel nemen. Hè? Het hoeft niet tot het laatste te zijn. En die zonnebloemen zijn om insecten aan te trekken. Om de bevruchting? Ja, voor de bevruchting, maar ook tegen, die zonnebloemen gaan ook lieve heersbeestjes aantrekken. Oh ja. En die eten de luizen op, dus dingen als walluizen en zo. Als je veel bloemen hebt, dan wil je lieve heersbeestjes aantrekken, die gaan die luizen op eten. Dat hoef je niet te bespuiten. Ah. En als je zonnebloem samen met pompoen plant, dan smaakt die pompoen ook beter. De natuur houdt ervan dat de bodem altijd bedekt is. Dan kan je het net zo goed doen met iets waar je achteraf nog nut aan hebt. Ja? En voor de rest natuurlijk heb je gewoon papaya nu in regentijd ietsje minder productie. Ja? En dat is weer ingebed tussen verschillende bomen. Hè? Mandarijnboom, rambutanbomen, koffiestruikjes. Dus je brengt bomen in je systeem omdat het de bodem koel houdt, maar ook omdat het de bodem beschermt. Als je een boom plant, krijg je namelijk een microklimaat, dus om de boom heen. Het is bewezen dat de temperatuur iets lager is dan wanneer je geen boom hebt. En vooral hoe we de laatste tijd veel tegels, veel asfalt hebben, is het des te belangrijker dat je dus ook bomen plant, zodat het aanwezig microklimaat iets beter wordt. Wereldwijd is het belangrijk dat er aardig wat bomen zijn, omdat bomen de watercyclus onderhouden. Met andere woorden, bomen nemen water op, maar bomen zorgen ook dat er een luchtstroom naar boven is, zodat er regens komen. Dus het blijven hebben van bossen garandeert dus voldoende neerslag. Het gaat om de rangers die hier bezig zijn. En zij zullen ons assisteren in het project waarmee we met scholen bezig zullen zijn. We zullen op de scholen planten. En om dat te doen hebben we dan eigenlijk een training met ze. Samen met de heer Van Kanten die ons de training heeft gegeven daarnet. En dus ja, nu zijn ze voorbereid. En nu zien ze eerst de praktijk die ze ook doen. Dus over een paar maanden, weken, moeten ze dan ready zijn om dan op scholen te planten samen met ons. We kunnen verschillende acties ondernemen
om onszelf en onze naasten te beschermen en om onze eigen negatieve effecten te verminderen. Echter zijn kleinschalige inspanningen niet genoeg om een leefbare toekomst veilig te stellen. Het probleem is kapitalisme. Dat drang naar meer geld. Dat is het probleem, vind ik. En ik denk dat vele mensen daarmee ook eens zijn. En het grote verschil tussen rijk en arm. En zolang er geld is en zolang men meer geld wil maken, dan dat is het grootste probleem. In de huidige samenleving, als je dus altijd maar economie voorop stelt en het geld verdienen, dus een materialistische houding nastreeft, dan krijg je natuurlijk ook dat jongeren zich zeer competitief ten opzichte van elkaar gaan opstellen. Dus je krijgt een hele grote verdeeldheid. Het probleem is bij kapitalisme dat wanneer je meer geld wil, dat je dan eigenlijk gericht bent op individualisme. Je denkt aan jouzelf, ik moet geregeld worden, ik moet een grote huis hebben, ik moet een grote auto hebben. Het feit dat we jongeren stuwen in de richting van ja, zoveel mogelijk, krijg je eigenlijk datgene wat je ziet op onze wereld. Dus dat we ons eigen nest aan het bevuilen of eventueel zelfs onze levensomstandigheden zwaar aan het vernietigen zijn. Je krijgt een hele sterke competitieve houding binnen die samenleving die sociale structuren ontwricht. Je krijgt een hele grote kloof tussen arme en rijke mensen. En algemeen ook tussen naties heb je dat dan. Dus dan moeten we praten over de ontwikkelde en de onderontwikkelde of de achtergebleven en achtergestelde gebieden van deze planeet. Er zijn zoveel termen voor bedacht en we komen maar niet tot het idee van één wereld. Macht, geld en prestige gaan nog steeds voor. Ontwikkelde landen streven ernaar om hun economische invloed uit te breiden. En ontwikkelingslanden doen hun best om niet achter te blijven. Dit doen ze veelal door hun natuurlijke hulpbronnen uit te putten en te vervuilen. In het Surinaamse landschap verschijnen steeds meer mijnen. De plaatselijke rivieren, kreken en het stuwmeer zijn ernstig vervuild geraakt. Dit noemt men ecocide. Eigenlijk putten ze de aarde uit en de winst die ze daar dan uithalen, die gaat eigenlijk alleen maar naar een kleine elite, zou je kunnen zeggen, ook binnen die samenleving. Maar zeker als we het mondiaal bekijken, geniet slechts een heel klein deel van de mensheid van eigenlijk al die hulpbronnen die uiteindelijk van iedereen op deze planeet zouden moeten zijn. Laat me even de nationale beschouwingen buiten, of de nationale overwegingen buiten beschouwing daar. Zo. Maar het huidige maatschappijmodel dat we stellen, dit is zaligmakend, heeft dus een hele nefaste invloed, zowel op klimaat als op onze natuurlijke hulpbronnen, maar ook op sociale structuren. Na al die jaren zie je dat het geldsysteem, het geldstroom nu ook komt bij ons, waardoor we een beetje aan het veranderen zijn, waardoor we dan een beetje aan de andere kant willen gaan, naar het individualisme, terwijl we niet zeg maar gericht waren daarop. En waarom? Ik vertelde over de de goudwinning, zeg maar. Doordat er zoveel wordt gedaan aan goudwinning, zijn er geen beesten, wilde dieren meer om te jagen. Je kan niet meer vissen. Dus de mensen zijn genoodzaakt, waar ga ik eten voor mijn kinderen halen? En dan denkt men aan geld maken. In ons huidige systeem worden we geprikkeld om te streven naar materiële en financiële rijkdom. De meeste economen geloven dat er een oneindige economische groei mogelijk is. De uitvoering hiervan bleek niet in lijn te zijn met de natuurlijke grenzen van de aarde en haar systemen. Het klassieke economisch model gaat ook voorbij aan een aantal aspecten van menselijk welzijn. De mens heeft zijn directe leefomgeving, levensstijl en voeding in de afgelopen eeuw getransformeerd. Dit heeft bijgedragen aan enkele aandoeningen, zoals diabetes, nierfalen, allergieën en angststoornissen.
Alleen maar door luchtvervuiling sterven elk jaar ongeveer 7 miljoen mensen. Willen wij zo doorgaan? Soms is het heel moeilijk om bepaalde dingen uit te leggen, zeker vanuit een westers perspectief. Maar op een gegeven moment dan denk je van, er zijn heel veel dingen aan het veranderen, dus we moeten bepaalde dingen weer doen en dan moet je teruggaan naar de traditionele kennis. Want op een gegeven moment heeft men ook hun traditionele kennis achtergelaten, omdat men denkt dat het westerse kennis zeg maar, beter is dan die van hun. En wat we zien is dat die theorieën achter deze groeitheorie niet worden bijgesteld. En ik heb een vorm van onafhankelijk nadenken. En in dat kader heb ik gekeken naar die vier P's, People, Planet, Pleasure en Profit. En mijn oude benadering ook als docent was zoveel mogelijk geld verdienen vanuit een supply chain of een logistieke keten. En we zien dat het contraproductief is of het is zelf vernietigend voor People en Planet. Toen heb ik gezien dat er in de wereld prachtige voorbeelden zijn waarbij mensen People en Planet centraal stellen en Profit uit afleiden. We hebben in het binnenland een aantal jaren testen gedaan met de rijstteelt. En we hebben kunnen opmerken dat we op korte termijn de rijstproductie van een halve ton tot 3-4 ton per hectare kunnen verhogen. Zonder het oerwoud te beschadigen. Zonder chemicaliën. Dus alles met natuurlijke middelen. Nu, als je dat zou kunnen uitbreiden naar het hele gebied boven Suriname, Maron gemeenschappen inheemse, dan praten we over een lokale economie die bijna zo groot is als Nikeri. En dat wil zeggen dat we geen andere schadelijke economische activiteiten zouden moeten ontwikkelen in dat gebied om het te ontwikkelen, zogenaamd, om een stukje ontwikkeling te brengen. Kaumakan is een dorp aan de grens met Frans-Guyana. We zijn met de grens. En een van onze visie, doelen, is dat we ontwikkeling willen brengen bij de inheemse, zoals de inheemse dat zelf willen. Vaak komen er organisaties of de overheid die zegt, ik breng ontwikkeling voor jullie, maar die niet past in hoe wij ontwikkeling zien. Want wat ontwikkeling voor jou is, is niet specifiek ontwikkeling voor mij. En dat zijn dus de dingen dat we willen doen. En ook met de nieuwe stichting die we pas opgericht hebben. Dat heet stichting Patu Palumui. Die is voor Palumui. En in Palumui is een unieke combinatie. Omdat je daar niet alleen Wayana hebt, maar ook trio hebt. Dus dan heb je zeg maar twee inheemse die dan gaan profiteren straks van die stichting. Die ook dezelfde visie of doelen en missie heeft als stichting Mulokot. En zo zijn er eigenlijk verschillende voorbeelden wereldwijd van initiatieven van groepen mensen om te vechten tegen climate change of tegen verergering van die climate change. Dus ik denk dat de key is, doe het niet alleen, zoek je groep mensen erbij. En wat de overheid daaraan zou kunnen doen en de mensen die heel veel geld hebben en de mensen die macht hebben, zij kunnen eigenlijk verandering brengen omdat zij wetten kunnen veranderen. Ze kunnen declaraties en verdragen die getekend hebben, die kunnen zij hanteren omdat zij zeg maar de mensen zijn met authority zeg maar. Wat wij kunnen doen is blijven praten en blijven pushen en ze erop wijzen van doe iets aan de verandering dat moet komen. Hoe kijken we naar klimaatverandering? Hoe kijken we naar de intrede van een zesde massa-extinctie? Het probleem reikt verder dan de ecosysteemdiensten die we kwijt zullen raken. Deze unieke wereld wordt toekomstige generaties als leefbare planeet ontnomen. Is dit een misdaad? Ecosystemen met verschillende levensvormen worden vernietigd om ruimte te maken zodat wij demografisch en economisch kunnen blijven groeien. Erkennen en respecteren we andere soorten als medebewoners? Of beschouwen we die als niets meer dan een sta in de weg of een potentiële hulpbron? Kunnen wij coexisteren? Om te beginnen, als ik een boom haal uit het oerwoud, dan is die boom niet van mij. Daar begint het al, daar ligt al mijn denkfout.
dat omdat ik de boom omgezaagd heb, is die van mij. De boom behoort tot een ecosysteem wat veel ruimer is dan de mens. En de boom heeft een functie binnen dat ecosysteem. Wij hebben dat ding niet uitgevonden. Bloedsomloop, alle andere processen, we hebben niet uitgevonden. Is iets van het ecosysteem, is een geschenk aan de mens. Okay. Wanneer ik dat kan erkennen, dat ik deel ben van een ecosysteem, dan kan ik begrijpen dat ik ondergeschikt ben aan dat systeem. En dat ik er alles dien aan te doen om dat systeem zo goed mogelijke toestand te behouden. Ik denk dat het allerbelangrijkste is daarin gemeenschapszin. Dus dat je niet ervan moet gaan dat je het in je eentje moet doen. Want dat is natuurlijk heel moeilijk. Maar als je het in een groep doet, in een buurt doet, of een school doet, of een vereniging doet, dan stimuleer je elkaar. Dan stimuleer je elkaar, je houdt elkaar scherp en je houdt het op de agenda. Weet je, je hebt bijvoorbeeld dat je dan zegt van ja, we gaan wekelijks bij elkaar komen om gewoon te vertellen hoe het is gegaan. Het is eigenlijk gedragsverandering, dat gaat in verschillende stadia. Weet je, in de eerste instantie moet je ervan bewust zijn dat bepaald gedrag van je niet gezond is en niet helpend is. Voor jou, nog voor het milieu. Daarna moet je eigenlijk komen tot een beslissing om het anders te willen doen. En daarna moet je dus weten wat je anders kan doen. En je hebt dus hulp nodig om die verandering dan ook door te voeren. En die hulp, dat bedoel ik van, je praat met je groep mensen, je leest erover, je kijkt naar bepaalde voorbeelden van mensen die al veranderingen hebben doorgevoerd. Plastic zakken is eigenlijk de makkelijkste manier om je bijdrage te doen, is gewoon met de boodschappentas lopen in de auto. Gewoon altijd bij je hebben. En alle plastic zakken eigenlijk weigeren. Verpakkingsmaterialen, deze mevrouw gaf aan dat ze naar de slager gaat en haar eigen bakje gewoon meeneemt. In plaats van in de supermarkt met foam en met plastic verpakt. Daaraan had ik niet gedacht, maar is dat goed? Ja. We kopen ook geen voorgesneden kaas. We kopen gewoon een hummus, ja, een blok kaas. Ja. Tandenborstels, bamboe tandenborstels. In plaats van plastic. They help individuals and the one and Indra Gandhi. Wel gedacht, zeker. Die bossen zelf, toch? Dat zijn hartjes. Ja, die zijn nu nog wel van polyester. Er zijn wel full bamboe tandenborstels te krijgen, niet hier moet je laten halen. Maar die zijn zelfs voor buitenlanders heel duur. Maar het is al een hele vooruitgang als je in plaats van een plastic tandenborstel een bamboe tandenborstel. Maar je hebt gelijk, het is like uitstellen van executie, het liedje. Maar het zijn improvements die we brengen, van totaal niks doen, naar recyclen, naar de ideale situatie gaan waarbij we eigenlijk geen afval creëren. Dat zijn ook dingen waar we in de komende tijd heel sterk zullen moeten aan denken. Hè. We nemen maar van de aarde. En uiteindelijk, zoals in de stad, hè, zeggen ze wel, ja, die mensen in het binnenland zijn een beetje achter, hoor. Want ze poepen in de rivier, wordt er gezegd. En dan vaak antwoord ik dan, ik zeg, ja, maar de hele stad poept in de rivier, hoor. Want elke septic tank die leeggemaakt wordt, gaat wel naar de rivier. En daar moeten we rekening mee houden dat dat eigenlijk niet kan. En dan is een oplossing als een composttoilet, als droogtoiletten, zijn hele hygiënische, hele comfortabele oplossingen. Dus we hoeven ons huidige comfortniveau niet te veranderen en toch verbeteren we de omgeving. Het is bijna een vuil woordje wat we zeggen poep. Iedereen is bang voor poep. Die fecaliën. We doen onze behoefte. Het is een natuurlijke behoefte. Het is een natuurlijk proces. Slimgas heeft een top oplossing om fecaliën om het in waarde te doen stijgen. We kijken alleen maar naar goud en naar olie. Afval heeft waarde. Wij zeggen van afval tot energie. From waste to energy. Zo'n biogasinstallatie is, zeg maar, is multi. Ja, het is multipurpose. Want dan heb je zeker wel jouw
keuken die daar wordt, het voedingsserie keuken, want dan heb je gas die ontwikkeld wordt uit zo'n installatie. En dan heb je minder uitgaven en die minder uitgaven kan je zeker wel eigenlijk gebruiken om heel veel te doen in het internaat voor de studenten. En zo dachten we van nee, zoiets moeten we wel implementeren. En vervolgens de vraag stellen in hoeverre het een duurzame supply chain is. Waar vanaf de inkoop tot en met de distributie, de verkoop richting klant, moet sustainable zijn. En dat betekent people planet neutraal. Het mag niet beschadigd worden. En als het beschadigd wordt, moet het hersteld worden. In dat kader krijgen we een nieuw elan, een nieuwe type ondernemer. En die noem ik dan de eco-ondernemer. Die daadwerkelijk zorgt dat de komende generaties een gezonde omgeving kunnen erven om verder te gaan. En daar moeten we toch komen tot coöperatieve structuren. Het samenwerken met elkaar. En als we dat willen doen, dan hebben we eigenlijk een regeneratieve mindset nodig. Dat begint op de school. Er is een heel goed voorbeeld van zo'n school in Paramaribo. Dat is de Alive School van mevrouw Doekie. Kinderen worden niet gedwongen in een of ander curriculum, maar mogen zelf hun intelligentie ontwikkelen. Maar vanuit een bredere visie. Vanuit een visie van ik ben lid van ecosysteem aarde. En van daaruit ontwikkelen ze zichzelf en studeren ze zelf. Het is verbazend hoe verantwoordelijk die jongeren zijn, hoe mondig ze ook zijn, hoeveel initiatief ze ontplooien, hoe ze projectmatig kunnen werken, maar vooral hoe ze betrokken zijn bij anderen. Het collectieve probleem ligt in ons aangeleerd gedrag. De manier hoe wij een achterhaald economisch dogma in stand proberen te houden, brengt veel offers met zich mee. De oplossing ligt deels in onze eigen levensstijl, ons huis, onze tuin en boodschappentas. Oké, dus we staan hier ook voor een passief koelhuis. En dat wil zeggen dat het in het huis altijd 6 tot 8 graden koeler is dan daarbuiten. Vooral op de warme momenten, maar in de nacht is het net ietsje warmer in het huis dan buiten. Dan scheelt het net. Dus omdat de warmte, vanwege de keuze van bouwmaterialen, wordt de warmte over in de nacht goed bewaard in het huis. Maar overdag koelt het dus sterk af. En in het midden van het huis is eigenlijk één grote schoorsteen, hè, die alle warme lucht onmiddellijk evacueert uit het huis. Maar juist omdat die warme lucht wegtrekt uit het huis, uit het warmste punt van het huis en de lucht ingaat, trekt ze hele koele lucht van de bomen in de omgeving naar binnen. En daardoor krijg je dus dat in het huis de gemiddelde temperatuur, zeker in de grote droge tijd, ligt 6 tot 8 graden lager dan de buitentemperatuur. Zonder enige vorm van energie. Het enige wat je gebruikt is luchtstroom. En onze missie is investeren in people and planet. Dus we gaan niet meteen met profit beginnen. Tuurlijk kijken we van wat doe je al. Maar investeren in people and planet, dat resultaat, ja, dat is people and planet, en het resulteert in pleasure en profit. Pleasure zie je nauwelijks op de website. De UN gebruikt 3 P's, people, planet en profit. Wij gebruiken 4 P's, people, planet, pleasure en profit. En wat bedoelen we met pleasure? Geen seks, drugs en rock and roll. Maar dat denken de meeste mensen toch? Instant pleasure is dat. Wij praten over inner joy pleasure. En dat is zelfvertrouwen, zelfwaardering, zelfrespect en zelfvergeving. Als je die 4 kan gebruiken voor je eigen input, voor je zelfmanagement, word je 100 of meer. Dit is een voorbeeld van regenerering. Maar dat geldt ook voor heel wat vormen van energie. Ik denk dan aan waterstofgas, zonne-energie natuurlijk. Niet met batterijen, maar op andere manieren. Wind. En sommige hulpbronnen kunnen we dus gebruiken zonder ze uit te putten. Er zijn innovaties nodig in de strijd tegen klimaatverandering en ecocide. Maar deze strijd is alleen te winnen met een grondige evaluatie van de samenleving en onze rol hierin. Er is een positieve culturele transformatie nodig in alle sectoren en op alle niveaus. Als dit niet snel genoeg gebeurt, is er een realistische kans
dat de menselijke beschaving, zoals we die kennen, in elkaar zal storten. 5% maar zijn inheemse. Maar die 5% beschermt 80% van de biodiversiteit en ecosystemen op aarde. En dat komt door hun traditionele kennis, niet door westerse kennis of andere kennis, gewoon door de manier van hoe ze leven. Dus door ons te erkennen, door de inheemse te erkennen en onze kennis, kunnen we klimaatsverandering tegengaan. En dat is onze grootste zorg op deze planeet, het beschermen en het verhogen van de bodemvruchtbaarheid. En het tweede, het beschermen en het verhogen, het doen toenemen van de biodiversiteit. Als we die twee punten in de gaten zouden houden, met al onze economie, met onze sociale structuren, met onze industrie, met onze nijverheid, maar altijd met die twee punten voor het oog, dan hebben we schoon water, dan hebben we schone lucht, dan hebben we een schone aarde en dan hebben we schone energie. En dan hebben we een zinvol leven voor alle kinderen op deze planeet. Ja, is wat je eigenlijk zaait, ga je oogsten. Ja, als je nu eigenlijk zorgt voor wat je krijgt, al is het minder, als het klein. Als je dat goed eigenlijk koestert, dan ben je zeker dat je een goed fundament hebt gelegd voor de dag van morgen. En wanneer we praten over ons natuur vandaag, ja, wij als mens, ja, wij zijn eigenlijk debet aan wat er gebeurt. Als je nu jong eigenlijk staat om die bewustwording, ja, te implementeren, dat je zegt van nee, ik moet weten hoe ik omgaat met mijn omgeving, ja, naar elkaar toe. Dat is dat een mooi fundament al. Dat je zeker weet van het is niet eigenlijk in de war geschopt. Je hebt het niet verpest. Dan zal je wel zeker een mooie toekomst hebben. En naar de ouderen zeggen we van het kind staat centraal. Laten we de ouders zeker wel investeren. Een duurzame investering naar de jongeren toe. Die zeker wel een bijdrage moeten leveren nu en morgen. Die witte dingen zijn die waardeloos. Ja, allemaal dus we moeten elkaar bestuiven. Ik geloof echt daarin. Dan pas wordt het goed met Suriname. Al wat goed is te betrachten, dat geeft aan ons land waarde. Oh, okay. Oh, nog één keer. Dat was een zware bevalling. Pastivi quasi breti quasi sari metegi u futuro tak mi indriden tu not no de no a incrico. Ja, ze zijn zeer bezorgd en weten dan niet wie er aan, niet er iets aan gaat. Ja. Dus wie is verantwoordelijkheid gezet? Mm-hmm. En heeft het dan nog zin om kinderen te maken? Ja, precies. Ja. Ja. Ja, dat mensen zich in deze tijd afvragen van kan ik nog kinderen krijgen? Want ja, ik weet niet hoe de wereld eruit ziet over 30 jaar. Ik weet niet of Paramaribo nog bestaat over 30 jaar, weet je, of dat het al onder water is of niet door de zeespiegelstijging. Dat zijn hele reële vragen waar mensen mee zitten en het brengt heel veel angst en verdriet ook met zich mee, toch? En het is erg belangrijk dat je daar niet mee blijft zitten. Dat je het niet wegstopt zo van, ach, je kan er toch niks aan doen. Dus, weet je, het heeft geen zin om erover te praten. Want het is een reëel probleem voor jou, voor de wereld. Maar zeker ook voor jou, die je dan zo voelt. Dus ik zou zeggen aan die mensen van, zoek toch echt wel hulp. Weet je, er zijn manieren waarbij een hulpverlener, een psycholoog bijvoorbeeld, je daarbij kan helpen om toch... je minder verlamd te voelen en meer te kunnen gaan in een soort van een actiemodus om er toch wel iets positiefs mee te kunnen doen in je leven. Het belangrijkste is dan dat weet je, climate change niet je leven overneemt, maar dat het een deel van je leven is waar je actief mee aan de slag gaat. En ik denk dat het verschil is.